zijn maar één slachtoffer. Nee, jongen. Er is een jongen van 14 aan het pijpen nu. Pas op! Oh jezus! Oh, oh Tinkerbell! Wij gaan onmiddellijk verder met een verboden te lachen. Verboden te lachen houdt in dat lang of niet mogen lachen op de volgende reserves. Deze keer is Ruben van der Meer bij Tel en Jeroen van Koningen. Wat er van over is, is bij Ruben Nicolai. De eerste locatie voor verboden te lachen is voor een stoplicht. Ja, stop! Stoplicht is kapot, ik ben u zelf aan het doen. Wacht maar even meneer, wacht maar even tot u weer door mag. Oké. Okay. En heeft u nog gewonnen? Weer precies zo'n visie van? Dat is maar herkend. Het is gewoon. Een kikker? Yes! Ja, dat is namelijk de hele busreis. Dag in, dag uit. Meneer. Mevrouw. Fijne dag. Mijn gaat veel harder, denk ik, dan jouw is. Jouw fiets? Ja? Mijn stokkie. Ik heb wel een stokkie. Ik heb gewoon een stokkie bij me. Voor, als ik, maar die gaat, denk ik, een heel stuk harder als die van jou is. Als jouw stokkie. Ik heb ook een stokkie. Goedemiddag, agent. Wat denken we dat we hier aan het doen zijn? Ik ben aan het controleren. Oh, en wat geeft ons zomaar het recht om Jan en allemaal te gaan controleren? Ik heb recht, hè? Stap maar eens even af. Zit u, u mag de motor daar niet parkeren, hè? Dit is een stoplicht, dan kunt u niet zomaar uw vehikel neerzetten, dat begrijp ik ook wel.